Ik denk dat in mijn mening de grootste uitdaging nu wel klimaatverandering is. Ik denk dat we al heel lang de negatieve gevolgen van zien. En ik denk dat we goed op weg zijn om naar een iets duurzame manier van leven te veranderen. Maar ik denk dat we nog wel heel stuk moeten om echt een impact te maken. En ik denk dat alle industrieën daar zeker mee moeten doen. Ook de investeringsindustrie. Ik ben nu 2 jaar maak ik onderdeel uit van HASIF, Haagse Studenten Investeringsfonds hier op hogeschool. Het zit eigenlijk een beetje in de naam wat we doen tussen studenten investeringsfonds en we proberen op eigenlijk allerlei verschillende soorten manieren studentenondernemerschap te ondersteunen. Al is het in de manier van financiering of het organiseren van evenementen of het organiseren van een netwerkevenement, workshops, dat soort dingen. Een community opbouwen. We proberen eigenlijk een soort van alles in één platform te zijn voor studentenondernemerschap. Een heleboel studenten tegenwoordig die bouwen echt een bedrijfsidee heen om die bestaande problemen. Dus dat zien we echt zeker terug in de bedrijven die voorbij komen. Ik denk dat zeker wel 80% echt gaat over een thema omtrent duurzaamheid of een ander groot probleem. Natuurlijk nemen we duurzame overwegingen altijd mee in onze investeringsbeslissing. Maar ook bij de evenementen die we organiseren proberen we altijd duurzaamheid een thema te geven. Ik denk dat de financiële wereld wel echt een voortrekkerrol zou moeten hebben in de transitie naar een duurzamere economie of een nieuwe economie. Ik denk dat het goed is als investeerders of kredietverstrekkers, wat dan ook, echt een duurzaamheidsaspect als randvoorwaarde stellen en dat bedrijven dan vanzelf wel moeten gaan volgen. En dat is het eigenlijk gewoon samen met de studenten proberen te ontdekken van oh, maar hoe zit dat eigenlijk en wat komt er allemaal bij kijken. Ook omdat we natuurlijk niet alle feiten hebben, er hebben heel weinig mensen over de nieuwe economie. Dus het is echt een soort samen ontdekken eigenlijk waar je meer wordt begeleid dan dat je iets wordt uitgelegd. Zeg maar. Ja, eigenlijk alleen maar heel erg fijn. Je hebt het idee dat je heel erg actueel blijft en heel erg dicht bij de ontwikkelingen blijft. En dat je het soort van samen onderzoekt. In plaats van dat je gewoon dingen leert die uit het boek staan. En gewoon maar aan moet horen wat hun te zeggen hebben. Ik denk voor mij persoonlijk, en ik denk met mij nog heel veel andere studenten die zich aangetrokken tot ondernemerschap, dat die er veel meer baat bij hebben om iets te leren door ervaring dan door echt stof te stampen. Ik denk dat voornamelijk voor ondernemers dat gewoon beter werkt. We had a purposeful marketing challenge minor. Which was really interesting because we had to take on a role of a consultant. So it was for a real company and also a real problem. And most important for me, it was for a purposeful company that actually wants to do good. We had to research food insecurity problem in Ohio. And it was really interesting to see how the problem is perceived and what are the aspects of the problem. Our team specifically focused on the stigma around food insecurity and that people are reluctant sometimes to get help, but also other people's opinion about those who suffer with food insecurity. For me, it was a very valuable experience because I understood what is my value of my expertise for a company. For a real company, I could also collaborate with teachers who are professionals themselves. So it was a very hands-on experience, which you usually don't get in education. So I could easily put it on my CV because it was a real experience. I think marketing goes right now through the stage of, let's say, rebranding, because we don't want to view it anymore as the tool for just driving sales and consumerism. We want to see it as a tool of also driving good. And I think it's very important to use it for driving different and more pro-environmental and pro-social consumer behavior.
vind dat er in het onderwijs wel wat meer aandacht mag komen aan de creatieve, meer culturele, kunstzinnige kant van het leven, om het zo maar eens even uit te drukken. Ik vind dat er weinig te gebruik van wordt gemaakt, omdat het wordt gezien als entertainment of ontspanning. Het mooie van theater is, vind ik althans, is dat je kunt verbeelden, dat je kunt uitdrukken wat je eigenlijk in woorden of op een andere manier via een PowerPoint niet over het voetlicht kan brengen. Het is een keuzevak, dus ze krijgen er studiepunten voor, maar wat me opgevallen is, is dat ze eigenlijk helemaal niet zozeer bezig zijn met de toets, om het zo maar te zeggen. De toets is dan eigenlijk de voorstelling, die moet op een gegeven moment moet die af zijn. Daar zijn ze mee bezig, met die voorstelling maken. Maar niet of ze daarmee 3 punten gaan halen. Dat is een soort beloning die achteraf komt. Dus ze zijn heel erg gefocust op het neerzetten van een goede voorstelling. En dat is precies wat ik wilde. Je zit natuurlijk normaliter gewoon in een college of in een lokaal of je krijgt gewoon een standaard les. En het is heel erg leuk om het ook een keer op een andere manier te doen. Er is ook meer ruimte om het gevoel van niet alleen school te hebben, zeg maar, in zo'n theaterstuk. Ja. Zullen we eens kijken wat er gebeurt als we deze scène even spelen met dit licht? Ja. Dus we hebben tot nu toe altijd heel veel voorstellingen gespeeld die gingen over diversiteit en racisme. En dan is het niet zo van, hoe gaan we dit oplossen? Maar je laat bijvoorbeeld zien wat de pijn is, hoe het subtiel werkt. En je ziet dat ook terugslaat op het publiek. Die begint zich dan opeens te realiseren, oh, maar zo zit dat dus in elkaar. En zo voelt dat dus. Ja, en die vorm van empathie, die vorm van verplaatsing, dat zie ik maar, is een begin van mogelijke veranderingen. De voorstelling heet, het zijn net maskers. Maar wat ze opgevallen is, is dat heel veel mensen zich op de werkvloer op een bepaalde manier gedragen, die gevoed wordt door bepaalde persoonlijke achtergronden. En we hebben de neiging de mensen direct op ons eerste oordeel, hè, daar een oordeel over te hebben. Maar de boodschap is eigenlijk van, als je weet wat iemand heeft meegemaakt of wat zijn achtergrond is, of waarom, dan word je misschien wat milder in je oordeel over zijn gedrag. Weet je, bij mij was het altijd van, het is zo, om elkaar beter te begrijpen als mens, is het soms nodig om iets meer te graven bij iemand, als diegene dat toelaat natuurlijk. En pas als je graaft, kom je er dan ook achter waarom iemand zo is, waarom iemand een bepaalde houding heeft. Daar ga je dan meer begrip voor hebben en ook meer respect voor hebben. En dat vonden wij wel mooi. Klopt dat? Ja. Oké. Okay. En dan, als het zaallicht uitgaat, dus aanvallen. Belangrijk is denk ik in dit project, is dat ik niet heel erg uitgespit heb wat voor doelen uiteindelijk bereikt gaan worden. Ik weet, er moet een voorstelling staan, de studenten weten, er moet een voorstelling staan. Maar waar die over moet gaan, hoe lang die moet duren, welke rollen er zijn, welke personages er zijn, dat weten we eigenlijk aan het begin helemaal niet. Dat ontstaat eigenlijk vanzelf. Dus dat is de waarde. Dat betekent dus dat je inzet op verandering zonder dat je precies weet waar die verandering uiteindelijk toe gaat leiden. Het is risicovol, het is onzeker. En dat vind ik de waarde van veranderingen. Het is dat je durft onzekerheden te omarmen, dat je durft om niet helemaal te weten waar je uit gaat komen.